Het is druk op de Nijmeegse huizenmarkt en vooral voor studenten. De wachtlijsten om een kamer te krijgen bij Stedelijke Studentenhuisvesting Nijmegen zijn lang. Zelfs studenten met reisurgentie, die op een speciale lijst staan omdat ze meer dan 2 uur naar Nijmegen moeten reizen, moeten bij de SSHN nog steeds maanden wachten op een kamer. Daarbij zijn de prijzen hoog en worden er kamers aangeboden die qua afmetingen niet voldoen aan de voorwaarden. There are a lot of students living right now in this hostel. I think there are more than 10 or 12, something like that. And they keep coming every Monday to Friday. We have a special offer to them. So the owner made this offer just to help local students. Ik zit hier vanaf de eerste week dat ik hier studeer in Nijmegen. Dus dat is volgens mij nu ongeveer de 5e week. En ja, ik denk dat ik hier minstens 2 maanden zit, omdat je per de eerste van de maand kan huren. Dus ja, dat wordt nogal lange tijd dat ik hier moet zitten. Ja, het is €100 per week en dus €400 in de maand. Ik zit zeg maar in kamer 2 en dat is een soort van studentenkamer. En daar zitten we dan met 6 mensen en alle 6 zoeken ze een kamer. Het zijn een paar van Nederland, een paar uit andere landen zoals Frankrijk en India komen jongen. En ook heel veel Duitsers. Ik weet niet zo goed wat ze echt precies moeten doen. Maar het zou wel heel fijn zijn als ze meer kamers beschikbaar zouden kunnen stellen voor studenten zoals ik. En dat ze misschien ook wat meer kijken naar de factoren buiten de reis.